Tibor, wat zijn jouw belangrijkste inzichten en lessen geweest in het afgelopen 43 jaar? Ja, ik... Tibor, de afgelopen 3 jaar is er ontzettend veel gebeurd. Je hebt je mening gedeeld tijdens de pandemie. Je hebt het antivirusfestival georganiseerd. Je hebt het Tuschinski afgehuurd voor de nieuwe lichting. En nu bezig met code 49. De kijkers zijn ontzettend benieuwd hoe jouw brein werkt en hebben daarom vragen ingestuurd. Okay. Dus die gaan we nu beantwoorden. Let's go. Tibor, wat zijn jouw belangrijkste inzichten en lessen geweest in het afgelopen 3 jaar? De afgelopen 3 jaar, daar kunnen we niet onder de pandemie uit. En dan is voor mij de grootste les, ook als ik naar mijn omgeving kijk, is dat zodra er duisternis verschijnt in je leven, is de natuurlijke eerste reactie om te gaan kijken, focussen en wijzen naar die duisternis buiten jezelf. Maar de verlichting die je dus letterlijk zoekt, die ga je alleen maar krijgen op het moment dat je de duisternis in jouzelf gaat aankijken. Die angst, die woede, die frustratie, die machteloosheid, die zit niet in de wereld buiten jou, die zit in je binnenwereld. Dus ja, je moet de duisternis in de buitenwereld moet je zien. Je moet de waarheid zien zoals die is. Maar vervolgens moet je focussen op jezelf. Dat is mijn grootste les van de afgelopen 3 jaar. Wat is je motivatie achter code 49? Mijn motivatie achter code 49, die was er altijd al. Dus enerzijds een plek waar mensen kunnen samenkomen om te helen, om te verbinden, om te groeien. Anderzijds dus een plek waar tegenstellingen juist samenkomen in een samenleving Nederland waar steeds meer wordt ingezet om elke vorm van verschillen uit te vlakken. Terwijl als je dat doet, ja, dan krijg je een grijze, genderloze massa. Daar wordt niemand blij van. Dus code 49 is echt een plek waar we juist moslims, christenen, iedereen die gelooft in iets groters dan zichzelf, jong, oud, man, vrouw, samenkomen om compleet te zijn. Maar de boel is natuurlijk in de versnelling geraakt qua motivatie tijdens de pandemie. Toen duidelijk werd hoe snel enerzijds het systeem vrijheden probeert af te nemen, maar anderzijds ook de massa bereid is om zijn vrijheden in te leveren. Tibor, waar ben je het meest dankbaar voor? Waar ik het meest dankbaar voor ben, is toch wel dat het me is gelukt om de boel zo te organiseren dat ik met rust en aandacht kan genieten van de mensen waar ik van hou en het werk waar ik van hou. En dat is ook eigenlijk mijn advies aan jou als kijker. Zorg dat je vandaag geniet van dat wat er toe doet voor jou. En dat je tegelijkertijd hard werkt aan een eventuele betere morgen. En voor de vrouwen, Tibor, waaraan zie en herken je snel een traditionele feminine vrouw? Waaraan herken je een traditionele feminine vrouw? Dit zijn de vragen die leuk zijn om je aan te branden, dus dat doe ik met liefde. Kijk, een traditionele feminine vrouw heeft haar masculine energie heeft ze geheeld en geïntegreerd. Dus ze is niet hard en bits en gesloten. Maar ze stelt wel doelen die ze ook najaagt. Maar nog veel belangrijker, ze geeft grenzen aan. Ze deelt wat ze denkt, ze uit wat ze voelt. Het grappige is dat ze die masculine energie heeft kunnen helen doordat ze haar feminine energie heeft geheeld. Ze kiest heel goed wie ze volgt en wie niet. Ze selecteert heel goed wie en wat ze vertrouwt en wat niet. En ze selecteert heel goed aan wie en wat ze zich overgeeft en wat niet. En juist door die feminine energie kan ze die masculine energie helen. Hoeft ze niet hard, bits en gesloten te zijn, want ze vertrouwt. En ze weet dat ze het juiste volgt. En dat uitzicht, ja, in zachtheid, in flow. Maar vooral in, als je het mij vraagt, onverklaarbare prachtige magie. Je bent dus inspiratie voor velen, maar wie inspireert jou nog, Tibor? Ja, ik word continu geïnspireerd en ik denk dat het puur een mindset is. Wil je je nog steeds laten inspireren? Ik word ontzettend geïnspireerd door alle mensen die ik ontmoet. Ik heb wel ontdekt dat echt iedereen vecht een gevecht waar ik niks van af weet. Iedereen heeft een verhaal dat als je daar de tijd voor neemt, zeker resoneert met elk van ons. En waar je dus ook altijd wijsheid uit kunt putten. Dus ja, ik word dagelijks geïnspireerd. En ik denk niet door speciale, bijzondere mensen op een podium. Maar eerder door een mindset die zich ook wil laten inspireren. Op welk moment in je leven begon jij je missie hier op aarde te voelen en zien? Ik begon mijn missie hier op aarde te voelen en zien, ja, elke dag een stukje beter, een stukje scherper en een stukje helderder. En dat is ook wat ik zou willen meegeven.
elk van ons, ook jij die nu zit te kijken en te luisteren, je voelt het direct wanneer je op je pad loopt en je hebt het ook direct gevoeld. En misschien is dat wel nu wanneer je niet op je pad loopt. Of je maakt een misstap of je hebt gewoon echt de verkeerde afslag genomen. Nou, het standaardadvies, die momenten in je leven wanneer je alles goed voelt, weet je wel. En je merkt het is zwaar, maar het voelt goed. Ja, dan loop je op het juiste pad, moet je doorwandelen. Maar misschien nog wel belangrijker. De periodes in je leven dat het niet goed voelt. Die relatie voelt niet goed, dat werk voelt niet goed. Die vriendschappen voelen niet goed. Ja, dan moet je dus ook de moed hebben om van richting te veranderen. Als je dat doet, wordt die missie met elke stap die je zet scherper en krachtiger. Welke kleurband in Tibor, welke kleurband in Braziliaans Jiu-Jitsu heb je? Ik heb de blauwe band met best wel wat stof erop. Ik word bijna dagelijks door mijn sensei achter de broek aangezeten. Maar het is een prachtige sport. De kunst van het kledingvouwen met de mens er nog in. Hoe plan je nou het beste een dag voor een productief resultaat? Ja, kijk, die vraag krijg ik natuurlijk heel vaak. Het eerste wat je moet doen is de tijd nemen om te kijken of je blij bent met je leven. Want er is namelijk niks zo zuur als heel effectief en efficiënt de verkeerde dingen doen. Je te verdiepen in productiviteit en een heel plan te maken voor iets waar je uiteindelijk helemaal niet blij van wordt. Dus dat is het eerste wat je moet doen. Neem je relaties, je gemoedstoestand, je gezondheid, je werk. Neem dat allemaal onder de loep en hak die knopen door voordat het wurgslangen worden. Dus dat is één. Nou, als je dat hebt gedaan, dus je hebt helder wat er toe doet voor jou, wat je moet vastpakken, wat je moet loslaten, dan plan je een dag de avond ervoor. Dan kun je helder zien wat ertoe doet. Plan 3 dingen in. Die als je die morgen af hebt, ja, dan heb je gewoon een goede dag. Ook al staat voor de rest alles in de fik. Plan die ook in je agenda met een begintijd en een eindtijd. Leg dat op een velletje papier op je werkplek. Zodra je wakker wordt, is dat het eerste wat je ziet. Hoe zou jij de 16-jarige versie van jezelf adviseren als je die jongere versie nu zou kunnen spreken? Als ik de jongere versie van mezelf zou spreken, ja, toch, ik zou tegen hem zeggen, ontspan. Dus tegen alle jongeren, jongens, die nu zitten te kijken, relax. Het is oké als je je nu niet altijd begrepen voelt, als je soms gefrustreerd voelt. Je hebt een lichaam en een brein wat is ontworpen om te bewegen, om te ontdekken, om tegen dingen aan te stoten. En er wordt van het systeem verwacht dat je stil zit. Dus het ligt niet aan jou, relax, maar regel wel je shit. En koop bitcoin. Dat zou ik ook wel tegen mijn 16-jarige ik zeggen. Hoe bouw je sterke en betekenisvolle relaties met anderen op? Je bouwt sterke relaties op door ten eerste beseffen dat zodra jij iets wil of tegen een probleem aanloopt, dan ga je altijd vragen waarom. En daarna ga je vragen wat kan ik doen en hoe moet ik dit fixen. Dat zijn allemaal verkeerde vragen. De enige vraag die er werkelijk toe doet is, oké, wie heb ik nu nodig? Wie kan mij helpen? En als je de juiste wie's om je heen hebt verzameld in je leven, dan is het hoe en het wat valt allemaal op zijn plek. Dus dat moet je ten eerste beseffen. Goede relaties hebben is niet een optie om mens te zijn. Het is dat wat je mens maakt. Nou, als je dat beseft, hoe doe je dat? Ja, door moeite te doen. Dus niet mee te gaan in de beweging van swipen en swappen, maar het gedoe aan te gaan dat met menselijke verbinding komt. Tibor, wat kan je nou doen als je te veel in je hoofd zit? Wat je moet doen als je te veel in je hoofd zit, ja, dat zijn natuurlijk steeds meer mensen. Ja, vrij letterlijk, uit je kop, in je lijf het leven in. Dus kom in beweging. Je vindt antwoorden niet in gedachten, je vindt antwoorden alleen in beweging. Dus ga letterlijk bewegen, ga trainen. Trap dat idee van je de wereld in. Dat begint al door gewoon één gesprek te voeren met één persoon. Lever je werk, het beste wat je vandaag kunt leveren. Er zijn 3 fases. Ten eerste moet je moet wel weten. Je moet weten wie je bent, wat je kan, hoe de wereld werkt enzovoort. Maar vervolgens moet je ook willen. Echt willen. En ik zie veel mensen die weten wel van alles, maar ze willen niet. Want als je echt wil, dan kom je dus in beweging. Als de pijn groot genoeg wordt en het verlangen wordt sterk genoeg, dan wil je ook. En dan tenslotte, ja, je kan van alles willen, maar je moet het ook kunnen. Ja, en hoe kan je wat dan ook, surfen, Spaans spreken, een succesvol bedrijf bouwen, door te doen, actie. En zoals je merkt, ik zit vast in mijn hoofd. Jij wordt alsjeblieft niet zo iemand met allemaal praatjes die het allemaal snapt, maar niks doet. Kom in beweging. Doe iets kleins, goeds, op de juiste richting van het pad dat je hebt gekozen. En je gaat meer antwoorden ontdekken. Voor welke competenties heb je het hardst moeten knokken? Voor welke competenties heb ik het hardst moeten knokken? Nou, dat zijn er 3. En ik adviseer iedereen om daar hard voor te knokken. Dat is ten eerste
Beheers je lichaam. Ten tweede, beheers de stem in je kop. En ten derde, beheers je telefoon. Als je je lichaam niet beheerst, dan ga jij beheerst worden door je lichaam. Beperkt door je lichaam. Als jij de stem in je kop niet beheerst, dan gaat die stem jou beheersen. En als je je telefoon niet beheerst, dan beheerst het systeem jou. Dus knok daarvoor. Die telefoon beheers je door hem simpelweg te beperken. Je lichaam en die stem in je kop, die leer je beheersen door gewoon ontzettend veel te oefenen. Hoe geef je jezelf richting zonder te weten waar je heen wilt? Hoe geef je jezelf richting zonder weten? Nou, oké, dan is mijn eerste vraag, hoezo moet je ergens heen dan? Maar oké, stel je moet ergens heen. Je bent rondjes rijden op een rotonde en ik kom langs en ik vraag jou, wat ben je in godsnaam aan het doen? En jij zegt, ja, ik ben rondjes rijden op de rotonde, want ik weet niet welke kant ik op moet. En dan is mijn vraag aan jou, ja, help dat, die rondjes rijden. Nee, natuurlijk niet. Dus wat moet je doen? Als je rondjes rijdt op een rotonde en je weet niet wat de juiste afslag is, sla gewoon af. En in het ergste geval ben je afgeslagen en kom je daarna een tijdje achter, hé, dit is mijn buurt niet, dit is mijn vibe niet. Nou, dan doe je links, links, links en dan ben je weer op die rotonde, pak je een andere afrit. En vaak in de praktijk hoef je niet meer helemaal terug naar die rotonde. Kan je gewoon een links-rechtsje maken en zo langzaam maar zeker steeds meer bij jouw eigen pad uitkomen. En tot slot, Tibor, wat zou je willen nalaten aan de wereld of toekomstige generaties? Ja, wat ik zou willen nalaten is wellicht een beetje een naïef verlangen. Maar is het algemene besef dat er geen verdeling is tussen man en vrouw, tussen links en rechts, tussen moslim en jood. Er is wel een verdeling, maar dat is er maar eentje. En dat is die tussen boven en onder. Boven, dat is de top 0,001%. En wij met z'n allen zijn onder. En het algemene besef... Wat ik zou willen laten, is dat zodra wij onder met z'n allen samenkomen, dan is die top 0,001% die is al zijn macht kwijt. En daarom is ook wat ik ga doen is, rondom deze boom wil ik symbolen van het Jodendom, van de islam, van het christendom, van Plato. Eigenlijk voor iedereen die gelooft in iets groters dan alleen maar ikzelf. En dan één grote bank om die boom heen, waar we met z'n allen op kunnen zitten. Ieder met zijn eigen perspectief en zijn eigen plek, maar wel allemaal op dezelfde bank.